Welk vergeten zesde zintuig hebben we allemaal? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, kijk, ik vermaak me wel. Ik kan hier nog heel lang doorgaan, maar wat heeft dit nou weer te maken met biomechanica? Nou, kijk, jullie hebben allemaal gehoord en gezien wat hier net gebeurde. Het klonk misschien een beetje hard voor de mensen voor. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb ook natuurlijk gezien wat ik deed en gehoord, maar om het uit te voeren moest ik het ook heel goed voelen. Ik moest voelen wat de krachten op die stokjes zijn en ik moest natuurlijk ook horen of het allemaal goed klinkt. Maar vooral dat gevoel is voor het uitvoeren heel erg belangrijk. En dat voelen, daar wil ik het dit college over hebben. Hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe doen we dat? Hoe kan het dat wij voelen? Waar zit hem dat in? Nou, er zijn eigenlijk twee heel belangrijke elementen. Eentje kennen we eigenlijk allemaal. Tastzin noemen we dat. Dat zijn eigenlijk de sensoren in onze vingers. En de ander die is wat minder bekend. Die heet ook wel het zesde zintuig. Iemand een idee wat het is? Intuïtie, ja, dat denken we eigenlijk allemaal bij zesde zintuig. Hè? Maar dat is niet zo. Dat is eigenlijk het zevende zintuig. Het zesde zintuig is gewoon, zijn echt bestaande sensoren. Hoef je helemaal niet na te denken over intuïtie. Dat zijn sensoren die zitten in onze spieren. En dat heet proprioceptie. Daar ga ik straks allemaal meer over vertellen. Maar eerst even die tastzin. Dat is het makkelijkst voor, dat kennen we allemaal. Hè? Tastzin, kunnen dingen aanraken. Dat is heel erg belangrijk. En stel nou dat je dat niet zou hebben. Geen tastzin meer. Hoe zou dat nou zijn? Ze zeggen wel eens, ja, dan kan je je handen allemaal openhalen. En dat is juist ter bescherming van ons. Maar het is ook heel handig bij het uitvoeren van dingen. Eigenlijk zou ik me afvragen, zou ik nog wel kunnen drummen? Als ik niet meer zou kunnen voelen. Dat zeg ik nou wel. Ja, om te drummen moet je kunnen voelen. Is dat wel zo? Om dat uit te voeren, dames en heren, gaan we de Ice Bucket Challenge doen. Ik heb misschien van gehoord, een beetje viraal gegaan de laatste tijd. Mensen deden het helemaal verkeerd. Die gooien het over hun hoofd in. Nee, dat moet je niet doen. De echte Ice Bucket Challenge, dames en heren. Applaus voor de assistenten. De echte Ice Bucket Challenge zit hier. Goed. Ik ga even verder met college geven. Ik heb dit ook eens een keer wat gecontroleerder uitgevoerd. Je zou kunnen zeggen, dat heb ik uitgevoerd met een band waarin ik speel. Je kan hier zien Juanma de Ferrari, die net zo mooi kan filmen als dat zijn naam klinkt. In toch wat barre weersomstandigheden. Deze band, dat bestaat uit drie Venezolanen en nog een kaaskop speelde daar ook mee. En die drie Venezolanen, ik dacht, ik hoopte eigenlijk dat we daarmee lekker veel in Zuid-Amerika in warme oorde aan het strand clips konden opnemen. Maar nou, dit is dus de realiteit. Zo werd de clip opgenomen. Hoe zag die clip er uiteindelijk uit, dames en heren? Misschien kunnen we dat eventjes laten zien. Ja, veel sneeuw. Heel veel kou. Bar kou eigenlijk, mag ik wel zeggen. Kijk, daar ben ik. Dat was wel een heel korte shot, hè? Ja, ik zal jullie vertellen wat er gebeurde. Er waren eigenlijk niet zo heel erg veel bruikbare shots van David als drummer in de kou. Maar handen waren zo verdoofd dat de stokjes in no time uit mijn handen vlogen. Goed, om eventjes het wat wetenschappelijk te houden. Hè, de kou die verdooft de tactiele sensoren in mijn hand. Hoe ziet dat eruit? Kijk, dit is een stukje doorsnede van je huid. Ik hoop dat je het nooit zo hoeft te zien bij jezelf. Maar daarin zijn allerlei verschillende sensoren.
Dus we hebben niet één tactiele sensor. We hebben allerlei verschillende tactiele sensoren. En die zijn gevoelig voor temperatuur en voor vibraties en voor pijn en voor kleine verschuivingen van de huid en van alles en nog wat. En dat gooi je dus allemaal op één hoop en dat noemen we tastzin. En nu ben ik dus al aardig op weg om de tastzin van mijn linkerhand behoorlijk in de soep te laten lopen. Sterker nog, ik heb denk ik het gevoel dat we het wel eens aan zouden kunnen gaan om te kijken wat ik ervan maak met mijn linkerhand totaal verdoofd. Dames en heren, geniet ervan. Nou, hé, wacht. Club R, hè? Dat kan nog altijd. Maar ik kan dus eigenlijk niet meer goed die stokjes vasthouden. Dat is precies wat er gebeurde tijdens die clip. En dat laat ook zien hoe lastig het is als wij niet meer ons gevoel tot onze beschikking hebben. Nou, ook als je niet drumt, ken je dat misschien wel. Hè, als je in de kou probeert je veters te strikken en je hebt net een hele eind gefietst of zoiets, dan lukt het eigenlijk ook allemaal niet meer zo goed. Dat kennen jullie misschien wel. Dus dat is heel belangrijk. Les 1. Tactiele informatie, heel belangrijk. Les 2. Wat is proprioceptie nou? Dat gaan we eens even proberen met een eenvoudige test. Kijk goed naar links en naar rechts. En steek je arm uit. Ah, dat lukt wel aardig. En dan gaan we nu samen met mij, allemaal, in één keer proberen deze twee vingertoppen boven ons hoofd aan te raken. Daar gaan we. Hop. Oké, ik zie dat een aantal mensen dat heel goed deden, maar een aantal mensen die maken, ja, die doen het eigenlijk een beetje nep, hè? Die komen een beetje zo en die gaan dan een beetje zo met hun vingers zo en dan, ja, dan hebben ze hem wel. Nou ja, goed. Ja, dat mag, het is goed. Ik vind het indrukwekkend allemaal. Hoe kan het nou eigenlijk? Je ziet het niet. Hier voelen we ook helemaal geen tactiele informatie. En toch zijn we in staat om behoorlijk nauwkeurig onze vingers bij elkaar te brengen. Dat, dames en heren, is proprioceptie. We hebben allemaal sensoren in onze spieren zitten en in onze pezen die iets vertellen over de rek en de reksnelheid in onze spieren, hoeveel dat uitgerekt wordt, en over de kracht in onze pezen. En dat betekent dat we eigenlijk overal positie, snelheids- en krachtopnemertjes hebben zitten in ons hele lichaam. En dat zit er altijd. Daarom vergeten we het eigenlijk. Daarom heeft niemand het over het zesde zintuig. Want het is er altijd. Is dat er wel altijd? Daar gaan we het straks over hebben. Maar eerst nog heel eventjes een ander bekend voorbeeld van proprioceptie. Dat kennen we allemaal als de kniepeesreflex. Hier zien we aan de linkerhand zien wij het ruggenmerg. En aan de rechterkant zien wij een been met een spier erin. Nou, je kent dat misschien wel bij de dokter. Dat ze dan met zo'n hamertje eigenlijk hierop slaan. Hè, dan, wat er dan gebeurt is, dan rekt je pees rekt uit. Daarmee rekt die spier in één keer heel erg snel uit. En dan zegt de proprioceptieve feedback in jouw spier, zegt, hey, wacht eens eventjes, ik word heel erg snel uitgerekt. Dat ga ik eens even terugsturen naar het ruggenmerg. Nou, dat gaat naar het ruggenmerg terug. En bij het ruggenmerg zeggen ze, hey, van boven kreeg ik eigenlijk helemaal geen commando om mijn spier heel erg snel te gaan uitrekken. Dus dat is eigenlijk een beetje vreemd. Dat gaan we tegenwerken. En die stuurt een signaaltje naar onze spier toe om samen te trekken. En wat gebeurt er? Spier gaat samentrekken, wop, been gaat naar voren. Nou, er wordt getest om te kijken of alles nog werkt bij je. Over het algemeen werkt dat dus bij iedereen altijd. Dat betekent dat je dus heel erg snel kan reageren op proprioceptieve informatie. Veel sneller dan als je iets ziet en moet gaan nadenken van, nou, wat betekent dat? Moet je een signaaltje naar beneden sturen en dan je spieren aansturen. Heel snel is dat. Dat maak ik dus ook gebruik van als ik aan het drummen ben. Als ik dat niet zou hebben, zou ik veel minder snel kunnen spelen en zou ik ook eigenlijk niet meer zo goed kunnen lopen. Maar ja, dat kun je dus niet zo makkelijk uitschakelen, net als met zo'n testje wat we net deden. Je kan je dus ook voorstellen dat je eigenlijk naar heel gekke gevallen moet kijken. Wil je bestuderen hoe het is om geen proprioceptie te hebben. Hier is een plaatje van hoe het eruit zou zien als dat dus niet meer werkt. En dan zit dus eigenlijk een soort van kruisje. Kruisje zit er door de sensorinformatie die naar je ruggenmerg gaat. Nou, dat betekent die is er dan niet meer. Betekent dat je je spieren niet meer aan kan sturen? Nee, dat kan nog steeds.
Geen enkel probleem. Je kan nog commando's naar je spieren sturen om samen te spannen. Hè? Maar je kan dus eigenlijk niks meer voelen. Dat is heel vreemd. Nou, en er is eigenlijk één patiënt waar een keer een documentaire over gemaakt is. En die heette Ian Waterman. En dit documentaire heet volgens mij The Man Who Lost His Body. Want het gaat over iemand die na een hele nare zenuwziekte zoveel schade aan zijn neuronen had gekregen, dat juist die terugkoppeling die ik net liet zien, dat die er niet meer was. Ik zie hier een filmpje van hem. Hier zie je Ian Waterman die zijn best doet om te lopen. En dat lukt heel aardig. Nou, hoe kan dat, dat hij zo aardig loopt? Dit is na jarenlange training. Hij heeft eindeloos geprobeerd om van, nou, hoe werkt het nou eigenlijk als ik niks voel, maar ik moet dus gewoon een beetje zo, ja, een spierkracht naar mijn spier sturen. Oh, dan gebeurt er dit. Je ziet ook dat terwijl hij loopt, kijkt hij de hele tijd naar zijn voeten. Alles wat bij ons automatisch gaat, waar we niet over na hoeven te denken, daar moest hij de hele tijd over nadenken en continu in de gaten houden met zijn ogen, wat normaal gesproken bij ons, ja, dus via onze proprioceptie gaat, waar we niet over na hoeven te denken. Dat die proprioceptieve informatie heel belangrijk is, dat kunnen we ook eventjes laten zien met een experimentje. Daar wou ik graag Lloyd eventjes voor vragen. Kijk, je ziet hier dat deze proefpersoon, die is prima in staat, heeft goede werkende proprioceptie, maar wij gaan zijn proprioceptieve gevoel gaan we verplaatsen van zijn echte hand naar, dames en heren, deze nephand. Nou, Karim is niet op zijn achterhoofd gevallen. Die weet prima dat dit zijn echte hand niet is. Toch, Karim? Ja. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Want we gaan hem toch het gevoel geven dat die hand van hem voelt. Nou, dat gaat Lloyd doen. En Lloyd die gaat tegelijkertijd de hand die Karim ziet, de nephand, die gaat hij aaien met een kwastje. Kun je ook met je vingers doen. Kan je van allerlei dingen voor verzinnen. En tegelijkertijd aait hij ook de vingers van de echte hand van Karim. Met andere woorden, Karim ziet nou wat hij voelt. En wat hij ziet is dat die rubberen hand geaaid wordt. Maar wat hij voelt is dat zijn echte hand geaaid wordt. En langzaam maar zeker, terwijl we aan het praten zijn, verschuift het gevoel van Karim zijn hand van deze kant van het scherm naar deze kant van het scherm. Ik ben niet de enige die dit soort dingen uitvoert, hoor. Sterker nog, ik heb het eigenlijk afgekeken van een heel bekende wetenschapper, Ersen. Kunnen we hier een plaatje laten zien? Ersen die heeft dit soort experimenten gedaan, niet alleen bij een rubberen hand, maar ook eigenlijk bij een heel lichaam. Je ziet hier aan de linkerkant zie je een proefpersoon. Die heeft een virtual reality bril op. En daarmee ziet hij het camerabeeld van ja, eigenlijk die paspop die je naar de rechterkant ziet. En nou weet die man dus ook uitstekend dat dat niet zijn eigen lichaam is. Maar als je tegelijkertijd de buik van hem aait en de buik van die paspop, dan gaat na een tijdje, krijg je het idee dat, hey, wacht eens eventjes, die paspop, dat is mijn lichaam. Hoe gaat het hier met de illusie, Karim? Nou, ging het al een beetje te voelen? Ja, ik moet zeggen dat hoe langer hij met de kwast over de nephand gaat, hoe meer ik het idee begin te krijgen dat het mijn hand is. Dat is toch eigenlijk wel een beetje gek. En ik kijk ook zo dwars door de handschoen is een beetje doorzichtig. Je ziet een beetje. Het lijkt een beetje op huid. Ik denk dat het van mij is dan op een gegeven moment. Vertrouwen wij Karim eigenlijk wel? Misschien heb ik Karim wel een hele hoop geld betaald om hier dit mooie moment te regelen voor je. Nou, er is eigenlijk maar één manier waarop we erachter kunnen komen. Voelde je dat, Karim? Die kwam een gevoel vanuit mijn buik. Het gekke is dus dat het ook nog eens pijn doet bijna. En als je heel lang doorgaat, als de illusie heel sterk is, dan krijg je dezelfde gevoelens van pijn als het in je echte hand is. Hopelijk nu niet, als het zo kort duurt in het echte, Karim. Als het goed is, niet. Dat laat dus eigenlijk zien dat het heel gek is. En ze hebben zelf laten zien dat je bijvoorbeeld ook een heel lange arm kan hebben, die 6 keer zo lang is als je eigen arm. En dat je het prima accepteert. Of dat je zelfs een derde arm kan hebben. Dus blijkbaar is ons beeld van wat ons lichaam is flexibel. Daar kunnen we wat mee doen. Daar kunnen we mee spelen. En als je dat goed doet, dan kan je misschien mensen heel goed in virtual reality allerlei dingen laten trainen. Dit laat eigenlijk alleen zien hoeveel je ermee kan. Praktisch is het natuurlijk eigenlijk alleen leuk voor dit soort tests. Eigenlijk wil ik
dit soort gevoel, tastzin en proprioceptie wil ik eigenlijk allebei gebruiken in het ontwerp van interfaces. Waar je bijvoorbeeld ook mee zou kunnen rijden. Daarover meer in het volgende college.